Voor mij zit Janine Heuver en ze begint een dagbesteding. Waarom een dagbesteding? Ik begin een dagbesteding omdat je eigenlijk in de toekomst gaat zien dat steeds meer mensen langer thuis moeten zijn. Mensen met een uh, vorm van dementie of niet aangeboren hersenletsel moeten ergens terecht en een dagbesteding, ja ik denk dat er in de toekomst een tekort in komt. Nu heb je het over cognitieve beperking, waar houdt dat precies in? Een cognitieve beperking is eigenlijk wanneer uh, het brein niet meer zo werkt zoals het moet, zoals bij jou en, mee, en bij mij. Uh, een cognitieve beperking zie je vaak terug bij mensen met een uh, niet aangeboren hersenletsel, met een vorm van uh, Parkinson, afasie, hersenbloeding, of bij mensen met een vorm van dementie. Uh, waarom deze groep mensen eigenlijk? Uh, ik kies voor deze groep mensen omdat ik daar eigenlijk altijd al um, mee heb gewerkt. En daar heb ik eigenlijk een beetje mijn hart aan verkocht. En hoeveel mensen uh, kun je hier, uh, kunnen hier wonen of uh, werken? Hoe moet ik het zeggen? Uh, er komen hier gasten. Die gasten die kunnen. Um, uh, in een huiskamer. Ik heb twee huiskamers wat ik te zijner tijd kan openen. Maar we beginnen met één huiskamer. En er kunnen hier acht gasten per dag in een huiskamer terecht. Ja, nou heb je het over dat die mensen uh, wilden laten prikkelen, uh, de hersenen laten prikkelen. Hoe denk je dat te doen? Nou, um, dat kan op vele verschillende manieren. Ook door bijvoorbeeld een boodschap te gaan doen met elkaar naar de plaatselijke supermarkt. Daar komen ze andere mensen tegen. Ze, ze, dan blijven ze in contact met de maatschappij. Uh, een eindje rondfietsen op de duur of fiets. Uh, door voor alles wat je te beleven valt op de boerderij. We hebben een inpandige werkplaats. Dus er is hier van alles te doen. Zet je daar ook nog uh, mensen met voor uh, ja, uh, het blok om uh, bepaalde dingen te doen die ze eigenlijk niet gewend zijn? Nee, we gaan in op de behoeftes van de gast zelf. Wat de gast zelf graag wil doen, dat gaan we proberen uit te buiten en te prikkelen. Dan begin je begint hier met een kleine groep, je begint alleen. Is er dan uitbreiding mogelijk? Er is uitbreiding voldoende in de toekomst. Dat zal hem te zijn de tijd uitwijzen. Ik heb twee fantastische dames achter me staan die zeggen van nou, wij, wij gaan je helpen en wij komen straks bij je werken. Dat geeft mij al een heel veilig en een prettig gevoel. Als je met bepaalde mensen in problemen komt, kun je daar ergens nog weer terugvallen op een professioneel zorgmensen? Uh, we kunnen altijd terugvallen natuurlijk, en dat moet ook op de families, we kunnen terugvallen op de thuiszorg en bij problemen uh, schakelen we gewoon de mantelzorg in. Maar we gaan ervan uit dat we heel veel problemen zelf kunnen oplossen door te luisteren naar de gasten en de wensen te voldoen wat de gast graag wil. En die mensen die hier komen, komen die uit een zorginstelling of uit een thuissituatie? Um, over het algemeen komen ze um, bijna allemaal uit de thuissituatie. Want uh, wanneer iemand al is opgenomen, dan uh, wordt het vaak niet meer vergoed, de dagbesteding. Af en toe wel eens, of de families moeten het zelf willen betalen. Maar over het algemeen zijn het bijna allemaal nog thuiswonende mensen. Ja. Heb je daar dan iets aan toe te voegen? Ook elke eerste dinsdag van de maand ben ik hier open. Kunnen mensen komen voor, als ze willen weten wat voor dagbesteding het is? Of ze denken van wat gaat mijn partner of wat doet mijn familielid hier op de dagbesteding? Altijd welkom en dan uh, sta ik ze te woord.